Dag Q-luisteraars. Elke dag heeft het Q-ijsblok het moeilijker. Nu ziet de onderkant ervan echt wel slecht uit, net als alle randen. Maar de Frank, wel, die zit nog altijd voorlopig comfortabel in het blok. Ja, en wat het weer betreft, verandert er weinig. Het is zacht, al zal het deze nacht toch wel eventjes wat feller afkoelen. Minimaal zo wat rond het vriespunt toch wel. Veel bewolking in eerste instantie met wat regen. Later klaart het wel op vanaf het westen op de Grote Markt van Genk. Ja, morgen hebben we dan een mooie dag met mooie zonnige periode. Pas tegen de avond zou dan de bewolking toenemen. Redelijk veel wind, dat wel, maar alweer heel zacht met maxima om en bij de 9 graden. Ja, en dit is het weer voor de volgende dagen in Genk. Het blijft zacht en bijna elke dag zijn er buien of regen. Heel misschien dat het na het weekend wel wat droger wordt. Maar of het ijsblok er dan nog staat, dat is nog maar de vraag. Ja, morgen geeft David een update van het weer en ik zal dat donderdag opnieuw doen.